Roos. Hoi, ik ben Sophie. En wij spelen bij de club Rapiditas. En wij kunnen dit jaar kampioen worden. We willen graag leren een 1-2'tje. En dat willen we graag leren van Merel en Nikita. Nikita van der Vliet en Merel Frederiks spelen in het Nederlands handbalteam en zijn allebei cirkelspeelsters, waar ze vaak mooie goals maken. Dus zij zijn de perfecte trainers om Roos en Sophie vandaag te helpen. Oké, meiden. Jullie willen dus een 1-2'tje leren. Ja. Ja. Wat is dat nou precies eigenlijk? Ja, dat je met elkaar over gaat gooien eigenlijk. En dat je door de verdediging heen komt. En wat gaat er dan nu steeds mis bij dat 1-2'tje? Ja, tot de verdediger toch de bal onderschept. Van de E zijn we naar de D gegaan, dus ze zijn wat groter. Wij zijn 10 en hun zijn dan vaak 13. Maar dat is wel een verschil. Ja. Ja, en daarom willen we dat leren, want dan kunnen we er beter doorheen. Nou, daar gaan we vandaag verandering in brengen. Dus kom maar mee. Nee, wacht even, want wij willen nog iets anders doen. Nog iets anders? Wat dan? Konijnen knallen. Oh, de Zepsportklassieker konijnen knallen. Ja. Nee, dat gaat helaas niet. Nee, ja. Jawel. Ron en de konijn zijn een beetje lastig uit elkaar gegaan de vorige keer. Nou, konijn werd een beetje te vaak geraakt. Die is ook lekker. Goed hoor, ja. Hoppakee! Dit is lekker. Dat is toch ook de bedoeling? Ja, dat is de bedoeling van konijnen knallen. Nee, weet je wat? Ik ga wel even bellen en misschien vind ik wel een manier om hem om te kopen. Ja. Oké? Okay? Ja, dat is goed. Nou, laten we dan nu even eerst gaan trainen, goed? Ja, dat is goed. Oké, even een snelle cursus handbal. Er mag niemand in de cirkel komen, behalve de keeper. Tussen de verdedigers staan aanvallers. Die noem je cirkelspelers. En daarbuiten staan de opbouwers. Die proberen de bal te krijgen bij de cirkelspelers. Zodat die uiteindelijk kunnen scoren. Hey Nikita, hey Merel. Hoi. Hallo. Hoi. Nou, huh? Hoi. Zit jij nou? Ja, ik ben gisteren gevallen met de wedstrijd. Ik wou mezelf opvangen en toen is mijn elleboog uit de kom gegaan. Oh, uit de kom. Oh, doet het pijn? Ja. Maar je bent er wel. Ik ben er wel. Dus we gaan gewoon een mooie dag maken. Ik heb hier Sophie en Roos bij me. En die hebben een probleempje. Nou, wij willen heel graag een 1-2'tje leren. Omdat we niet door de verdediging heen komen. Of ze onderscheppen de hele tijd. Willen jullie gaan verdedigen? Ja. Dan kunnen wij het voordoen. Dan ga ik die kant op. En dan kom jij natuurlijk naar mij, want ik wil schieten. En dan loop ik hier en dan schiet ik. Maar het geldt hetzelfde als ik de andere kant op ga. Dus ik ga die kant op. Dan zet ik mijn sper hier. En zij komt naar voren. Dan loop ik. Ja, ik hoor heel veel sper. Wat is dat? Een sper is dat je een blok zet. Dit is de verdedigster. En dan zet ik dus blok of de sper op de verdedigster. Dus je zet de verdediger aan de kant. Aan de kant. Schuif je gewoon aan de kant. Sophie en Roos, kunnen jullie anders even laten zien hoe jullie dat deden? Ja. Ja? En dan kunnen jullie even kijken van wat er beter kan en hoe ze het doen. Goed? Ja. Zo. Nou, ik denk wel dat we weten wat we kunnen verbeteren. Ik denk dat degene op de opbouw zelf meer richting het doel kan gaan. En ik denk dat de cirkel iets meer de sper kan zetten, zodat de andere verdediger wegblijft. En vanuit die positie weer gaan rennen. En dan heb je zoveel meer ruimte. Dus dan beginnen we met jou op de opbouw en dan beginnen we met jou op de cirkel. Ja. Dan ben jij hier en dan gaat de cirkel tussen ons in. Dus wij zijn de verdediger. Wij horen bij elkaar. We zijn een team. Ja. Yes. Nog één keer en probeer iets meer naar buiten te komen, zodat Merel nog meer naar deze kant komt. Ja. Wauw. Nou. Maar nu kan je zelf schieten natuurlijk, want Nieke komt niet. Oh, ik kan wel jou erop pakken natuurlijk. Ja. Oké, dus dan ga ik naar jou. Nu erin lopen. Oh. Iets eerder. Ja. En nu lopen. Ja, goed zo. Ja, goed zo. Wow. Precies. Ja. Ik ga even een belletje plegen. Kom zo terug. Oké, nou, daar gaan we. Hey, konijn! Ik heb hier twee meiden en die willen heel graag konijn knallen. Handbal, dat zijn echt hele zachte ballen. Oh, je wil niet. Nou, wat als ik je een wortel geef? 100 kilo wortels? Als ik ervoor zorg dat ik 100 kilo wortels heb, dan kom je? Oké, ja, ik ga het regelen. Ja, nee, komt goed. Ja, zeker. Ja, oké. Nou, tot zo, hè. Dag.
Als je de bal krijgt, draai je hem om en spring je met twee benen op. Okay. In plaats van met één. Oh, netjes. Goed zo. Twee benen. Goed zo. Goed zo. Hey, en ik zie jou nu met twee benen springen. Maar het ziet er al beter uit, toch? Het ziet er heel goed uit. Ik hoor dat jullie ook nog een aantal vragen hebben voor onze toppers. Ja. Hoe laat gaan jullie altijd naar bed voor een wedstrijd? Hele belangrijke vraag. Ja, ja. Ik lig vaak wel vroeg in bed, om 9:30, 10:00, denk ik. Hebben jullie een vriendje? Nee. Nee, allebei. Allebei alleen. Ja. Willen jullie een keer met mijn handje drukken? Handje drukken? Ben je daar zo goed in? Ja, dat weet ik niet. Ja. Nou, ik zeg Merel. Nou, ga maar liggen. Ga liggen, oké. Okay. Okay. Je sterke arm? Ja. 3, 2, 1. Oh, maar het is nog spannend. Oh. Ja. Maar het was, je bent heel sterk. Je bent heel sterk. Goed. Ja. Wat hebben jullie nou allemaal geleerd? Twee benen te springen en om ruimte te maken. Dus goed de verdedigers blokken en spare zetten. Geleerd. Wanneer hebben jullie de volgende wedstrijd? Volgende week zaterdag. Volgende week zaterdag. En is dat een belangrijke wedstrijd? Heel belangrijk. Ja, want dan kunnen we kampioen worden. Het gaat tussen jullie en dit andere team? Ja. Oh, wat spannend. Wat spannend, ja. Ja. Hey, toppers, hebben jullie dan nog een laatste tip voor deze meiden? Om te zorgen dat ze dat kampioenschap naar binnen slepen. Ik denk dat het belangrijk is, veel juichen als je scoort. Veel positiviteit en als je dit gebruikt, komen er heel veel doelpunten uit, denk ik. En dan worden jullie vanzelf een kampioen. Nou, maar dan gaan jullie nog heel even oefenen, want volgens mij hoor ik iemand om het laatste spelletje mee te spelen. Ja hoor. Kom meiden, wij gaan nog even oefenen. Oh, daar is Konijn. Op een scooter. Ja, dit is een aanbetaling. Ja. Nee. Wat doe je nou? Wat ga je doen? Nee, wacht even. Hé, hey, de rest komt er sowieso aan. Hé, kijk. Kijk hoe lekker dat ruikt. Hm? Ja. Welkom bij Konijnenknallen versie handbal. Konijn die gaat hier rondhupsen in de cirkel. En jullie gaan in twee teams achter deze lijn staan. En per team krijgen jullie een minuut de tijd om Konijn zo vaak mogelijk te raken. Er zijn 10 ballen. Als ze op zijn, dan moet je ze opnieuw gaan pakken. En het gaat erom wie de meest raak schiet. Ik ga ballen halen. Ja, je laat het Merel gewoon het harde werken. Je vertrouwt mij. Ja. Okay. En voor de winnaar hebben wij natuurlijk een mooie prijs. Wie gaat er beginnen? Oh, je wijst meteen, ja? Wij. Ja, beginnen jullie maar. Hey, Konijn. Hey, ik kan je zeggen, ze gaan echt niet hard gooien. Hoop ik. Oké, toppers, klaar? Ja. Konijn, klaar? Knallen maar! Ja. Oeh, die was heel mooi ontweken. Ja, oh. Nou, kom op, meiden. Even beter je best doen. Wat is het nou? Ja. Oeh, ook raken links langs Konijn. Nou, hij kan wel wat hebben, hoor. Ja, die was raak. Ja, oh! Ja, kom op. Nog een halve minuut. Oh, ja, ze keihard tegen zijn wangen. Oh, netjes ontweken, Konijn. 2, 1, ja! Tijd. Hoeveel is het gehaakt? Het was nog best moeilijk, of niet? Konijn is snel. Ja, ik dacht ze komt en dan ging ze nog aan de zijkant. Ja, Konijn is toch best wel flexibel. Ja. Maar ik heb geteld en jullie hebben 4 keer raak geschoten. Dus. Oké. Klasse, dat moeten jullie natuurlijk overtreffen. Sophie en Roos, zijn jullie er klaar voor? Ja. Zeker. Konijn klaar? Knallen maar! Oh, 2 in 1, klap! Wajo! Oh, nog één! Nou, dit gaat goed hoor. Jeetje. De meiden hebben de smaak... Oh, nog een! Ze hebben de smaak te pakken. Dit gaat hartstikke goed. Ik snap wel dat jullie wilden konijn knallen. Oké. En door, want de tijd loopt. Ja! Oh! Oeh, die was rakelings. Ja. Go. Ja! Oh, weer allebei raak. Oh, konijn vindt het niet leuk. 5, 4, 3,
waren echt op dreef, want jullie hebben wel 10 keer raakgeschoten. Gefeliciteerd, meiden. Gefeliciteerd. Ja, heel sportief dit weer, hè? Welkom bij de medailleuitreiking van Konijnenknallen Handbal. En ja, op een hele mooie tweede plaats zijn daar Merel en Nikita. Ja, mooi. De eerste plaats, een gouden medaille. Roos en Sophie. Nou meiden, naast de mooie medaille hebben wij ook nog wat voor jullie. Jullie mogen dit aankomende weekend, omdat wij tegen Zweden spelen. Dus zijn jullie van harte welkom om samen hier te komen kijken. Dankjewel. Dat is heel lief. Meiden, zijn jullie geholpen? Ja. Yes. High five. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zien we jullie volgende... Ik moet er vandoor. Ik moest nog 100 kilo wortelen halen. Dus even kijken hoe ik dat ga regelen. Ja, ja, ik ga al. Ik ga al. Als je mij nog even een balletje gooien dan. Yes. Hoi Merel en Nikita. Het is ons gelukt. We zijn kampioen geworden. Hey, jongens en meisjes, even aandacht voor mij. Hallo, aandacht. Hallo, ik wil graag even een wedstrijdbespreking doen. Hallo. Kussen. Theo, moet dat zo hard? Aaron, je moet me aanspreken met trainer. En ja, dat moest zo hard. Oké, trainer. Jongens en meisjes, de vorige wedstrijd ging niet heel lekker. Want toen verloren we met 13-0. We hadden maar één keer de bal. En dat was tijdens de aftrap. En verder zijn we niet in het spelletje voorgekomen. Het leek achterin wel een gatenkaas. Met meer gaten dan kaas. Ons middenveld leek wel een frikandel speciaal. Het lag helemaal open. En voorin stonden we te slapen. Letterlijk. Ik zag zelfs iemand een tukkie doen. Sorry, nog. Maar gelukkig hebben jullie een trainer die briljant is. Oh, hebben we een nieuwe trainer dan? Grapjes. Zeg, ik heb er lang over nagedacht en ik heb een nieuw strijdplan bedacht. Wij moeten vandaag spelen als een drol. Een enorme drol. Dat wil zeggen met doelgerichtheid, rust aan de bal, opbouw van achteruit en looplijnen. Drol, onthoud die. Maar wat nou, Theo, trainer? Ja, Ron, wat is er? Als dit idee, de drol, er niet helemaal uitkomt. Ja, dan doe je maar wat beter je best. He, dan pers je er alles uit wat in je zit. Aha, ja, ja. Druk zetten dus. Precies. Dan komt het er allemaal vanzelf uit. Dat kan niet anders. Ah, oké. Ja. Meteen even voortborduren op de looplijnen. Zo. Ja. Dit zijn dus vandaag de looplijnen. Het middenveld knijpt naar binnen en de backs gaan er omheen. Zie je dat? En zo bereiken we dan onze diepe spits hier in de punt. En deze twee buitenspelers vliegen er dan een beetje omheen. Die hebben een vrije rol. Is het dus duidelijk? Looplijnen, drol. Ja, trainer. Ik zie dat er 11 spelers op het veld staan. Ja, dat klopt. 11 stuks. Bij voetbal een vrij normaal getal. Ja, dat snap ik. Maar 1, 2, 3. Ik tel er hier maar 6, hè. Oh, ja. Nou, in dat geval spoelen we dit briljante idee maar door de play. En dan gaan we er maar het beste van maken. Oké. Gewoon lekker ballen, dus. Gewoon lekker ballen. Ja, nou jongens, kom, hop. Kom, daar gaat hij. Kom. Gaat hij. Ja, dat is ook goed. Wat. Bereik je iets voor, hè? Is het nog niet goed. Nou, misschien heeft Roonmond Koeman er nog wat aan. Ik weet het. Meedoen is belangrijker dan winnen. In dit geval.